Anneke stelde de vraag over de juiste sportarmband voor haar telefoon en daarom deze korte video met een aantal modellen sportarmbanden. We hebben ze niet allemaal neer kunnen leggen want dan uh, werd de stapel gewoon te hoog. Het zijn uh, deze modellen, zes stuk zoals je ziet, met verschillende groottes. Rechtsonder liggen ze gelijk zoals je ziet. Ik heb hier een uh, meetlat naast gelegd, onder sorry. En hier ligt hij ook aan de zijkant. Dus je ziet hier ook de zes armbanden op elkaar liggen. Ze zijn al verschillend van breedte en van hoogte. Zoals je uh, ziet. Dus um, het is natuurlijk een benadering. Um, en we hebben exact uitgezocht wat bij wat past. Um, maar het is denk ik ook goed om het gewoon zelf te weten. Dus je ziet hier de centimeters van de uitwendige maat. Je snapt dat hier een klein stikrandje zit. Daar op iedere armband. Dus de uitwendige maat is uiteraard niet de maat die je op telefoon kan hebben. Maar dan moet uh, nou, toch wel een halve tot een hele centimeter af. Nou, dit is onnauwkeurig zoals je ziet. Maar de vraag van Anneke is: van hoe groot zijn ze? Althans, uh, ik denk dat dat de vraag het beste beantwoordt. Dus uh, zo kan zijn, maar misschien jij ook. Inschatten welke telefoon um, in welke armband past. Ik zal centimeter 7 filmen, dan heb je nu wel een beeld. Dus het is onmogelijk om nu te zeggen. Oh, ik zou het op de millimeter natuurlijk. Maar je krijgt wel een beeld van de maat en dan kun je jouw telefoon meten. Of misschien heb je wel iets anders om mee te nemen. Een klein MP3-spelertje of juist een heel grote MP3-speler. Of een memo-recorder heb ik ook wel ooit gehoord. Of uh, geld, een portemonnee, kun je ook meenemen op je pols of op je arm. Dus gewoon, dan kun je kiezen wat je erin wil doen. Dus dit is de allerkleinste. Die is dus, uh, ja, zeg maar op zijn breedst uh, 55. En dus um, 90 mm hoog. Dus als jij een armband wilt, laat ons gewoon weten welke nummer je wilt, dat is belangrijk. Dus wil je de 70, de 40, de 50, de 10, de 20 of de 60. Laat dat weten. Ik weet dat ze niet op volgorde liggen. Uh, maar als je gewoon een van die cijfers laat weten, dan komt dat helemaal goed. Dus uh, je kan het gewoon ja, via een mailtje gewoon sturen aan info.hardlopenwinkel.nl